Dit is een heel liefdevol, ja, je zou zeggen een soort liefdeslied wat hij geschreven heeft bijna. Het is heel mooi. Het is heel verstild. Maar ik zal je laten horen, dat is nou het grappige. Het begint met de cello, die speelt. Meteen naar achteraan spelen. Bekend? Het celloconcert van Dvořák. Zijn leermeester. Wat 2 jaar later Dvořák geschreven heeft. In dezelfde toonsoort. Het zijn absoluut dezelfde noten. Het is net anders gerangschikt. Dus het is, dat vind ik, vond ik wel erg leuk om dat te ervaren. Ja.